Yo, met Groen van DPN, om vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier met een Weekend League video. En we gaan vandaag. Moet je even mijn team eens laten zien? Laat ik eerst mijn team even zien. Ik ga eerst wel laten zien voordat jullie zeggen. Je zult denken, Koen, waarom heb je nou godsnaam weer je webcam ingesteld? In plaats van je goede, geweldige camera. Dat kan komen, aangezien mijn camera op een of andere manier even geen zin heeft. Ik heb geen idee waarom. Maar ik denk even van. Ik heb wel even leuk de touwtief. Nou, dat is op zich prima, geen probleem mee. Maar ja, zeg het dan wel wat eerder voordat ik die video opneem. Want ja, nu paniek. In ieder geval, dus ik een duim op deze video als je dit leuk vindt. Fut champs, jongens. Ik ga fucking goed. Ik ga 6-1. Dat is helemaal niet fucking goed. Ik ga 2 potjes spelen in deze video. Dus hopelijk gaan we naar deze video achter me heen. En zo niet, ben ik genaaid. Dit is mijn team, hoe mijn team er nu uitziet. Op zich prima. Dit zijn mijn 3 wissels. Die ik elke wedstrijd erin breng. Want ik ben een flikker, die wissel. Laten we maar beginnen. Allereerste potje. Let's go. Ik ben er blij mee dat het op zich over het algemeen wel snel gaat, de potjes vinden. Nog geen lag gehad, nog niet eruit gekikt. Even afkloppen. En vind je deze video leuk, doe een duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd, kan ook. Doe het hier beneden. Blijf de hoogte van leuke video. Dit is mijn tegenstanders team. 4-2-4. Hoe kan je nou 4-2-4 spelen? Heb je gewoon geen middenveld? Zeker als je die Fred ook nog hebt. Jongen, jongen, hij heeft wel die ja, echt. Jongen, iedereen gebruikt Sanchez. Maar hij is ook wel echt fucking goed. Maar nog, echt iedereen gebruikt Sanchez. Ik heb natuurlijk Mertens. En Mertens is oprecht wel goed. Alleen op het punt dat ja, hij een beetje moe wordt. En daar heb je echt helemaal niks meer aan. Dan heb ik gelukkig Inform Timo Werner. Die dan ja, echt tering goed is. Laten we maar meteen beginnen. Oh, klote. Gaat 6-1. Best oké. Okay. Kan beter. Kan ook zeker slechter. Een paar potjes ben ik wel goed weggekomen. Maar dat ene verliespotje kreeg ik rood in des nu. Omdat hij 2 keer tegen mijn Koulibaly aanliep. Ja, Koulibaly is gewoon eenmaal 6,40 meter lang en breed. Dus ja, dan val je gewoon om als je tegen hem aanloopt. Maar ja, om mij daar nou rood voor te geven, vind ik hem ja, een beetje oneerlijk. Hallo, Chiellini. Sta anders even op of zo. Jezus. Ja, als dit er nou in was, gaan we het echt flauw geven. Chiellini, jongen. Hoe lang doe je nou? Wie heeft 5 minuten op de grond gelegen, man? Kijk, deze is gelijk wel weer back natuurlijk. Maar ja, nou, kan je nagaan als hij er niet staat. Oh, ja, jongen, echt, ik zweer het je, jongen. Die Sanchez is zo kijkt hij nou rood? Hij krijgt rood? Oh, nee, is geen rood. Ik dacht dat hij rood. Ik dacht even dat dit een rood aanloop was. Nou, dat was het blijkbaar dus niet. Anders was het wel echt heel lekker geweest, Gerard. Maar, maakt niet uit. Oh, zo, tering. Ik denk, schiet hem erin. Oh, die bal was ook niet blij. Ah, je zag het, hè? Ah. Weet je, het enige nadeel van het team. Zowel de centerback als de keeper, die kunnen gewoon echt niet pasen. Het is echt om te janken gewoon. Als je dan een bal op je gewoon naar voren wil spelen. Dan komt het gewoon nooit aan. Dat is echt dramatisch. Mocht je nou een irritante zoom op de achtergrond horen. Ik heb geen idee wat het is. Het lijkt een beetje op een. Zo, die ballen. Wat lekker zeg. Heerlijk. Klein belletje. Mensen, klein belletje. 7-1 straks. Yes. Lekker. Yes. Goed. Goed. Die ballen. Tik terug. Mertens rechterhoek. Paal. Rebound. Goal. Lekker. Yes. 2-0. Yeah. Ik ben echt goed. Ik ben echt fucking goed. Je ziet mensen echt hoe ik hier doorheen voetbal weer. Ongekend. Werelds. Ja, nou moet ik ook zeggen, hij speelt 4-2-4. Ja. Hoe serieus ben je dan te nemen als FIFA-speler? Dat is natuurlijk ook wel een goede vraag. Njom. Heerlijke sliding. Goed hoor. Geel. Geel. Waarvoor kijk ik nou weer geel? Wat een onzin. Onzin. Lulkoek. Boesje. Nee! Oh, ik kreeg er bijna rood. Maar hij gunt me de scheidsrechter. Hij gunt me echt met deze. Wat? Ja, die bal wordt aangeraakt sowieso. Een tering doel. Lekker Cordado. Ha, wat kut. Wat kut, wat een kut goal. Maar heerlijk. Yes, natuurlijk. Yes. Come on. Lekker door. 3-1. Easy, 3-1. Hij heeft niet eens een schot op goal. Wel doelpunt, dat is wel knap. Oh ja, dat was die bal die aangeraakt werd door mijn speler. Daar erin ging. Hij heeft wel echt een tering doelpunt gescoord. Kijk, normaal gesproken zou ik in de 60e minuut ongeveer gaan wisselen. Maar hij is nu niet nodig natuurlijk. I don't need my sub. Want ik ben een stuk beter dan deze gast. Dus ja, dat moet gewoon goed komen zonder wissels. Dank u. Kijk, als ik niet hoef te wisselen, wist ik niet. Ik wist alleen als echt nood aan de man is. En al die kansen zo schoot van deze gast, word je echt zo moe van. Die bala. Oeh. Nou, dat is eigenlijk ook een kans van schot. Eigenlijk precies al wat hij deed dat doet. Maar mensen, deze pot gaan we gewoon easy winnen. Let's go. Ja, ja. Komt u maar. Lekker door. Easy win. Let's go. Heerlijk. Mensen, de eerste 3 puntjes zijn binnen. Nu hopelijk het volgende potje ook winnen. Dan gaan we uiteindelijk 8-1. Dat is echt goed hoor. Dat is voor mij echt wel lekker voor een eerste Weekend League. Ik ben ook zo ongelooflijk goed, jongen. Niet normaal meer. Kijk nou. Easy. Dynamo Dresden. De route. Oké, ik kom tegen deze tegenstander. Hij heeft Messi en Neymar en Mbappé. Eigenlijk elke fucking goede speler die je kan krijgen. Behalve Ronaldo. Oh, hij is wel met die zilveren. Is het Way heet het voor mij? Wea, zeg maar. Jullie kennen hem als Wea, maar voor mij heet hij Way. Ja, hij heeft wel een aardig teampje. Ja, laten we er niet over liegen. Die Neymar is echt tering goed. Ah, hij gaat toch meteen die Way al wisselen. Ja, dat lijkt me toch niet goed genoeg. Ik dacht nog een beetje iets leuks in je team. Dat nog een beetje leuk voor mij is ook, maar. Wat de? Het kan toch niet? Wat is dit? Dit is toch wel bullshit, jongen. Die Neymar is zo overpowered, gast. What the fuck? Hoe kan dit er nou in? Nou, wie brengt erin? Ronaldo zeker. Het is nog waar ook. Nee, niet. Jawel. Nee, niet. Is het Ronaldo? Oh nee, je ziet daar Griezmann voor me. Wat een team, gast. Je kan zelfs ik niet tegen. Kie? Kimpembe. Hallo, keeper.
Ja, dank u. Oh mijn god. Oh. Weg. Wat is... Ja, wat is deze uittrap? Moet je eens kijken, mensen. Ik schiet die bal full bar. What the fuck? Dit slaat echt nergens op. Ja, full. Echt... Ik droom het hardst wat kan. Hoe kan je nou zo weg? Jezus. Man. Zeg maar, ik heb tot nu toe niet heel veel problemen met het spel. Maar dit soort dingen, jongen. Hij scoort die 1-0. Nou, ik weet niet hoe hij die scoort. Wel, ja, zit er mooi in, hoor. Daar niet van. Maar dat is letterlijk gewoon keihard een rondje drukken. En dan hopen dat het erin gaat. Dan gaat hij nog in ook. En die 2-0, what the fuck. Ik schiet hem gewoon echt een mokertje uit weg. Nou, daar ben ik helemaal niet blij mee. Die balla, lekker. 2-1. Lekker die balla. Goed zo. Heerlijk goaltje. Come on. Scheidsie. Gewoon een pingel dit, man. 100% pingel, jongen. Ik moet zeggen, na zijn wervelende start is er niet heel veel overgebleven van zijn wervelendheid. Ik ben eigenlijk wel de bovenliggende partij hierna geworden. Nou, als je vol gas doet, gaat hij niet... Oh, nu gaat hij wel hard ineens. Ik begrijp het dus echt geen... Hoe kan dat nou? Hoe kan die bal nou zo slecht gaan? Ik snap het. Misschien is het zijn weak foot, oké. Okay. Maar ook met je weak foot kan een keeper die bal gewoon hoog wegschieten, hoor. Oeh, helemaal niet goed getimed, maar wel 2-2. Lekker, jongen. Perisic, yes. Als ik deze win, jongen, dan is het echt mijn week. Ik zweer het je. Dan ga ik echt, nou, 40-0, denk ik. Perisic. Naar binnen, maatje. Perisic, schiet maar, jongen. Oh, recht in de handjes ook aan. Jongens. Lekker Mertens. Driesje. Yes! Driesje 2. Hey, goal. Lekker, yeah. Come on. Goed, hoor. Heerlijk. Goed schot, man. Hè? Lekker pik. Gaat ik gaan winnen, ja. Zeg maar, ik heb best wel duur team, maar zijn team is alleen oprecht, 3 keer zo duur. Messi is even duur als heel mijn team, volgens mij. Messi is 800k of zo, zo kost mijn hele team. Minder zelf. Neymar is ook al bijna duurder dan mijn hele team. Je kan al geen backer meer uitrennen, jongen. Zeg maar, ik hoef echt geen 100 kilometer voorsprong of zo. Maar gewoon een beetje eruit rennen zou wel fijn zijn. Dus je in ieder geval je voorzeker kan geven, dat kan gewoon niet nu. Wat een bal, zeg, van Perisic. Oh my god. Wat doe jij nou, Cortado? Perisic, boem! Oh, weer in de handen, what the heck? Waarom pakt die Courtois alles in zijn handen vast? Ah, mooie handsbal, lekker. Goed gedaan, hoor. Nuttige handsbal. Maar kon je mannen maar in de handen maken? Klopt, boeien. Oh, weer in de handen. Ik ga even wisselen, hoor. Nu gaan de wissels komen, nou, dan zul je zien, jongen. Dan speel ik hem helemaal van de mat af. Tegen. Oh, nee. Ah, Messi mee. Ga naar binnen. Ah, oh, schiet gewoon. Ja, easy. Nee, dan gaat Messi neer op de keeper af. Ja, en dan gaat hij daar vanaf daar schieten. Ja, dat moet ik eigenlijk wel. Ja, alleen op de keeper af. Ik zei het al. Is echt kansloos. Heerlijk. Let's go. 4-2. Inpakken en wegwezen. 8-1. Let's go. Mensen, laat even achter in de comments hoeveel je denkt dat ik ga eindigen in de Weekend League. 29-1 is natuurlijk ook een optie. Dus laten we daar maar voor gaan dan. Nou, Lozano'tje erin. Timo Werner'tje erin. En Con Doglia'tje erin. Heerlijk. Mensen, echt. Snap je jullie denken van Koen, je bent zo goed. Geef me alsjeblieft je tactiek en zo. Nou, ga ik niet doen. Mijn tactieken zijn te zeldzaam. Ik moet er nog winnen. Ik heb nog niet gewonnen. Dus laten we niet te hard van stapel lopen. Maar laten we zeggen, het ziet er wel rooskleurig uit. Oh, hij heeft de paai erin gebracht. Die gaat nu scoren. Klotezooi. Gast, hoe kan een verdediger nou zo open liggen gelijk? En wat is dit? Hé? Gast, wat gebeurt er? Hij is de boel aan het hacken, ik zweer het je. Gast, what the fuck was dit? Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ja, maar als het zo blijft, kan ik nooit winnen. Ja, dit is echt flesserij, jongen. Ik heb geen lag, maar één dat doet het gewoon goed. Oh, het werkt weer. Oh, phew. What the fuck. Gast, dit is de grootste FIFA glitch die ik ooit heb meegemaakt. We moeten wel wat gaan doen, want dit ga ik niet heel lang volhouden. Dus even een goaltje zou fijn zijn. Oeh, ja, jammer. Weer zit ik ertussen. Krijg hem weer terug. Blijf dan lekker die bal terugkrijgen. Wow, dat was echt de ziekste glitch ooit. Hebben jullie dit ooit meegemaakt? What the fuck. Lekker, weg. Nee! God gloeiende. Ik krijg die bal maar niet weg. Pas op met dat vuur. Nog één aanval tegenhouden. Lekker, zagen. Ah, jongen. Overtreding. Had ik beter niet kunnen doen. Goed. Fluiten, scheids. Tijd is om, hoor. Tijd is om. Ondanks de dikste glitch ooit in FIFA. Wel gewonnen. Yes. 8-1, boys. Lekker. Come on. Mensen, heerlijk weekend. Ik zag je voor mij. Vond je deze video leuk? Doe zeker een duimpje omhoog op deze video. Klik hier
Of hier als je een andere video van mij wil zien. Als je nou hier klikt, kan je abonneren. Oh, hij heeft nog meer schoten ook. Extra lekker. 8-1. Yes. Dankjewel voor het kijken. Ik zal je veel op de volgende keer. En ik zeg doei. Later.